Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een mooi herfstarrangement. Veel aangevraagde video was, ga je aan de slag met pompoenen, kalabassen? Nou, vandaag gaan we dat doen. Ik kreeg ook veel de vraag of we een keer iets konden maken voor buiten. Het arrangement wat we vandaag gaan maken kan buiten en binnen. Dus dat is natuurlijk super leuk. Kan je zelf kijken waar je het een plekje wil geven, hè? Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dit soort bloemstukken gaan vaak heel hard. Dus dat wil ik toch even gezegd hebben. Goed, dan hebben we nog weer een winnaar vandaag. Die komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd, jij hebt een cadeaubon te waarde van 15 euro gewonnen en je mag een mail sturen. Wil jij ook kans maken op een cadeaubon te waarde van 15 euro? Laat hieronder een leuke reactie achter. Dit kan zijn wat je graag zou willen zien, wat jij van deze video vindt. Deel jouw favoriete kleuren, dat vind ik ook leuk om te lezen, want dan kan ik daar weer wat mee doen in de video's. En doe een duimpje omhoog, dan doe je al mee. Vergeet vooral ook niet even te abonneren, want dan mis je natuurlijk niks. En het is helemaal gratis, dus superleuk. Nou, dan gaan we nu gauw beginnen. Veel verschillende herfstmaterialen bij elkaar. Prachtige pompoentjes, droogbloemen, natuurlijke materialen. Natuurlijk de pompoenen en een mooie krans, omdat we het helemaal natuurlijk willen houden. Ik gebruik vandaag een lijmpistool. Let wel op met de verse materialen dat je het lijm niet te warm hebt. Want dan verbrandt het en dan blijft het gewoon niet zo mooi. Ik heb heel veel verschillende materialen en je kan eigenlijk je eigen stijl erin geven. Dat is natuurlijk gewoon super leuk. Zo heb ik bijvoorbeeld ook deze mooie bonsai takjes. Waar je wel even rekening mee moet houden is dat de krans past precies in het frame. Dus als je straks naar beneden wil werken, dan kan je dat beter laten doen. En je moet dan niet te breed uitwerken. Goed, de basis van de krans is natuurlijk heel erg mooi. Maar we gaan hem even mooi opvullen. Daarnaast gebruik allerlei verschillende materialen. Maar je kan je eigen stijl geven door het op een eigen plek neer te leggen. Ik lijm dus alles. Je kan ook koud lijm gebruiken. In principe is dat eigenlijk iets beter. Maar omdat ik weet dat de meeste mensen een lijmpistool in huis hebben. Zorg dus dat hij niet zo warm is. Wat je dan kan doen is eventjes het lijmpistool voordat je hem gebruikt uit het stopcontact halen. Dan heb je niet de lijm extreem warm. Je kan eventueel ook krammetjes gebruiken om bepaalde dingen op de krans vast te zetten. Ik heb ook een mooi vetplantje. Wat je daarmee doet is even de wortel eraf halen. Je draait voorzichtig de onderkant los. Deze vetplantjes kunnen prima zonder water. Af en toe een keer besproeien en dat is al voldoende. Soms zijn de onderkant een paar blaadjes iets minder mooi of een beetje droog. Die haal je eraf. En die gaan we straks ook mooi op de krans doen. Allereerst bevestig ik wat bonsai takjes. Het is natuurlijk super leuk dat je alle kanten op kan met het bloemstuk. En je kijkt even hoe de materialen mooi tot hun recht komen. De kalabas doe ik in het midden. De pompoen. Dan heb ik dadeltakken. En deze ga ik in delen gebruiken omdat ik hem anders iets te grof vind in het bloemstuk. Je kan daar dus ook kleine stukjes voor gebruiken. En wat natuurlijk leuk is, is dat je zo'n krans aan elk seizoen en het bloemstuk aan elk seizoen kan aanpassen. Zo kan je bijvoorbeeld ook met kerst wat kerstballetjes en dat soort dingen. Een mooie kerstbal in het midden. Je kan hem elke keer weer aanpassen aan het seizoen. Zorg vooral met levende materialen dat je de lijm niet te warm hebt of gebruik speciale bloemenlijm. Kijk hoe leuk dit nu al is. Heel mooi natuurlijk. Dan heb ik wat mooie herfstbladeren. Je kan ze in één geheel gebruiken, maar je kan het ook je kunt hem ook opvouwen. Zet hem dan even vast met een krammetje.
En ik heb dat herfstblad in verschillende kleuren. Want dat maakt het ook mooi om in verschillende tinten te werken. Kijk, dan kan je zien wat je doet. Krijg je veel diepte, veel kleurverschil in die warme kleurtinten. Prachtig leuk. Dan heb ik verschillende kalebasjes. En door zoveel verschillende mooie materialen in verschillende tinten te gebruiken, ja, wordt echt een feestje om naar te kijken. En dan maak je hem gelijk ook heel apart. Op het eind haal je altijd even de lijmresten weg. Dat is ook belangrijk. En hoe leuk dat dit wat langer houdbaar is. Kunnen we er extra lang van genieten. Vaak plak ik net weer een bloemetje op een krammetje, zoals je die niet ziet. En je kan hem natuurlijk zo druk maken als je zelf wil. Ik maak er vandaag best wel druk op. Vind ik heel erg leuk met al die materialen. Maar vind je hem te druk, kan je hem natuurlijk iets rustiger maken. Wat jij zelf daarin leuk vindt, hè? Er is niet iets goed of fout in. Hou dat in je achterhoofd. En ik vind het mooi om deze krans echt rijk te vullen. Past ook bij de tijd van nu. Ik gebruik ook wat droge bloemetjes, maar eigenlijk allemaal natuurlijke materialen. Die ja, wat langer houdbaar blijven. Dus daar kan je er eigenlijk bijna de hele herfst van genieten. Je moet hooguit misschien een keertje een paar vruchtjes vervangen. Echt prachtig. En vooral als je neerzet, dan kijk je natuurlijk van bovenop. Nou ja, dan is het echt een plaatje. Super mooi. Wat je eventueel nog zou kunnen doen, is de onderkant iets meer verbinden met het, ja, met het bloemstuk. Hij is nu heel mooi. En de onderkant geeft natuurlijk wel rust met de bovenkant die wat drukker is. Dus dat is aan de ene kant heel erg mooi. Maar wat ook mooi is, is om de onderkant nog even wat verbinden. Je kan hieronder wat dingen aanhangen, wat ook super leuk is. Dus daarin kan je je eigen stijl geven. Ik heb ook hele leuke Crasperia bolletjes in dezelfde kleurtint. Dat is ook heel erg leuk om te bevestigen. Ik kan hem dan even vastzetten bijvoorbeeld met een krammetje. En dan zet je hem hier even vast met een touwtje. En zoals je ziet geeft dat een heel leuk effect. Ik heb ook nog een leuke herfstslinger die je eventueel of erbovenop kan doen. Of je laat hem wat meer naar beneden lopen. En wat meer lopen met het frame. Zodat je het echt kan verbinden. Ik ga het even voor jullie doen. Maar je kan dus helemaal zelf aangeven. Vind je dat te druk? Dan doe je alleen de bovenkant. Zeg je ik vind het wel leuk. Dan kan je dat natuurlijk gewoon je eigen stijl in aangeven. Dus laten we gauw de onderkant verder mooi maken. Ik zet alles vast dan even aan de bovenkant met een krammetje in de krans. En aan de onderkant zet ik het gewoon vast met een touwtje eromheen. En wat natuurlijk ook super leuk is, is om er straks wat lampjes in toe te voegen. Super gezellig. Het wordt wat donkerder overal, dus.
En dit kan je natuurlijk zoveel doordoen als je zelf wil. Je kan ook zoveel mogelijk slingers eromheen hangen. Je kan ook de slingers weglaten en alleen de binnenkant helemaal vol hangen. Dat kan je ook met heel veel vruchtjes doen als je het leuk vindt. Dus daarin kan je eigenlijk gewoon je hele creativiteit kwijt. Ik hoop dat ik jullie weer een heel leuk idee heb gegeven. Ik vind het in ieder geval super leuk. En vooral ook bijvoorbeeld om bij de deur te zetten. Omdat je dan van onder goed opkijkt. Maar van afstandjes zie je ook de onderkant. Maar je kan natuurlijk ook de krans gewoon los op tafel leggen. Dus ook heel leuk. Je kan er alle kanten mee op. Ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebemis.nl. Daar vind je het onderkopje cursuspakketten. Ik vind het weer een toppetje. Natuurlijk ook gewoon super leuk om met al die herfstmaterialen aan de slag te gaan. En er komt nog zoveel leuks. Dus vergeet vooral niet te abonneren. Wil je meedoen met de winactie? Laat hieronder een leuke reactie achter. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zien we bij de volgende keer weer. Doei!